Oh ja, en dat schijnt dus heel leuk te zijn. Sarah heeft het al wel gespeeld. En ik ga het uitleggen. Zit je me nou te filmen? Ja. Ja? Oh, oké. Okay. Hallo allemaal. Ik heb een Mariode onder. Er is weer een stukje gestukt in huis. Maar goed, ik ben bij mijn rekening gekomen. Dus jee, ik mag weer geld uitgeven. Echt top weer. Morgen. Dus het is vandaag zaterdag. Ik had van gisteren mijn werk niet af, dus dat ben ik van nu nog aan het doen. En hierna gaan we naar oma toe. Heel gezellig. Zoals je ziet, de klok is ook al helemaal leuk. Ja, en dat was het zover een klein beetje nog. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik heb me net aangekleed en ik ga gelijk laten zien wat ik aan heb. Want dat vergeet ik altijd. Kijken of dat zo erop kan. Ik heb deze trui aan van Nikki. Dat is een truijurk. En ik heb deze laarzen daarbij aan van de Bronx. En ik heb lekker een warme mariode onder. Maar dat zie je op zich niet heel erg. Maar het is zo verschrikkelijk koud vandaag. Ik moet alleen mijn tas. Nee, ik pak de tas die ik gisteren had. Die neem ik erbij mee. Want die heeft ook een beetje zo'n kleurtje erin. Dus dat is op zich wel leuk. En Sarah is beneden nog haar school aan het doen. En als ze klaar is, kunnen we zo de deur uit. Maar eerst een lekker ontbijtje. Ik zit in de auto en ik heb gelijk die nieuwe jas aan. Die vond ik er wel leuk bij. Nou, heb ik die nieuwe jas gekregen. Nee, die heb ik gekregen. Lang verhaal, vertel ik je zo wel. En we gaan nu... richting mijn ouders. En dan gaan we een spel spelen. Jij weet hoe dat spel heet? Het verboden eiland. Oh ja, en dat schijnt dus heel leuk te zijn. Sarah heeft het al wel gespeeld. En ik ga het uitleggen. Nou, dat mag zo meteen. Als we bij het spel zijn, dat is makkelijker. Marco die gaat klussen in huis, maar dan moet de verwarming eraf. En we zouden het spel al spelen. Marco zou al klussen, dus we hebben het heel mooi tegelijk gepland. Hij doet gewoon zijn warme werkkleding aan. Als hij aan het werk is, heeft hij toch niet heel erg koud. En wij zijn gevlucht, want wij zouden het wel heel erg koud hebben nu. En we zouden dit toch nog doen. Dus ja, soms komen dingen heel mooi samen. Het was dus een ander spel, want het is dus Wingspan. En Sarah, wat zei jij nou ook alweer? Iets met water. Verboden eiland. Oh ja, verboden eiland, water, vogels, hè? Het kan allemaal. Zie je me nou te filmen? Ja. Ja? Oh, oké. Okay. Hallo allemaal. We zijn bij oma geweest. Het was er super leuk. We hebben een spelletje gespeeld, maar uiteindelijk had ik er geen zin meer in. En mijn oma en Danielle, ja, misschien kennen jullie die niet, maar die heeft een kind. En die hebben... een van Mario Kart gewisseld. Want oma heeft Super Mario Party gegeven. En nu heeft zij Super... Adventure of zo, denk ik. Nee. Ja, maar en ik was daarop gaan spelen. Maar we hadden een eindbaas dat ik helemaal klaar was met één landstuk. En... die moest ik 3 keer doen voordat het mij lukte. Bij oma 6 of 7 keer. En bij oom moest het 60 keer. En op de 60ste keer lukte het pas. En mij bij de 3e keer. Je moest daar 3 keer slaan. En zij had 3 manen die ik nodig had. Want we hadden een toren. En ik had 1 maan. En die maan had ik aan die toren gegeven. Voor energie. En ik had er 3 bij gekregen. Maar ik moest er 5. Tof. En helemaal bovenop, helemaal bovenin, daar zag ik een klein eiland. En daar zag ik weer zo'n maan. Dus die kan ik dan gelijk weer voor zorgen als ik weer de volgende keer bij oma ben. Ik heb ook met oom geslapen. Het was super leuk.
Oom heeft mij het al een beetje geleerd. We zijn al een klein beetje gaan schaken met zijn Simpsons schaakspel. En dat was superleuk. Ik heb ook alweer veel meer geleerd. Dus ja. We zijn thuis en ik was al aan het koken. Maar ik heb een periode onderaan. En die zakt dus heel de tijd af. Nou, dan doen we even. En doe ik die sportlegging wel eronder. Ga je me helpen? Ga je mijn rits open doen dan? Ja, als het moet. Nou, doe maar. Als het moet, zei ik. Nou, dat moet niet. Maar echt alle andere dingen zitten in de was. Dus ik ga even mijn sportlegging eronder doen. En dan maar mijn schoenen vast uit. Want ik word helemaal gek van. En daarnet met spelletjes spelen. Dit is echt grappig. Kijk, Sefa die is me aan het helpen. Dus die is op de grond gaan zitten voor mijn luizen. Maar met spelletjes spelen zat ik de hele tijd. Dus daar had ik er eigenlijk niet heel veel last van. Maar nu ben ik aan het koken. Echt, die planken komen gewoon niet uit. Dat is het alweer. Dus ik loop de hele tijd heen en weer. Help. Oh, ben je opgevallen? Op je laag. Op mijn laars nog wel. Oh jeetje, mineetje. Maar het elastiek is gewoon opeens slap. Terwijl ik hem pas ook nog een keer aan heb gehad. Ook toen het koud was. Ik doe hem meestal aan dat je hem niet ziet, zeg maar. Naar mijn willen. Toen deed hij nog niet. Dus op de een of andere manier, met de laatste keer was, is dat elastiek gewoon opgeraakt. Dus die is een beetje klaar nu. Maar echt, zonder koken, ik word helemaal gek. Zeg, let alsjeblieft even op het eten. Wat ben je zo netjes voor mijn spanners aan het doen? Dat is goed. Doe je wel goed de kuit naar achter? Weet je hoe dat moet? Kijk. Kijk, je kan het zien. Kijk, deze heeft een bobbel. Zie je dat? En deze recht. De bobbel moet aan de achterkant. Oh. Maar je bent... Nee, hij zit goed. Echt niet? Hier zit ook een bobbel. Ja, dat is de achterkant. Je moet altijd kijken dat je de bobbel naar de achterkant doet. Anders rek je het leer de verkeerde kant op uit. Snap je dat? Ja. Heel goed. Mama. Zo, dit is wel beter. Heb je dat liedje gehoord op de radio? Ja, maar weet je, ik zag er net je blote billen. En waarom heb je je onderbroek ertussenin? Nou, dat noemen ze een string, Sarah. Nou ja, nu kan heel Nederland dat weten. Heel de wereld. Gaat ook echt editen, hè? Nee hoor, dat interesseert me helemaal niks als mensen dat weten. Echt niet. Dit is weer een stukje gestukt in huis. Nu is dit hier achter de verwarming eindelijk gestukt. En de volgende stap is verven. En ik had wel van mijn moeder bij de bol.com besteld. Maar dat paste niet. Dus ik heb mijn retourpakketje al gemaakt. Ze is trouwens nog een klein beetje aan het eten. Wat nog meer. Nee, heel veel rommel aan het opruimen. Net stond de eettafel nog helemaal vol. Dus we hebben even hier op de bank gegeten. En daarna gaat Sarah naar bed. Dus ik ga nog even verder met opruimen. En dan wordt het hier weer een beetje normaal. En dan volgende week denk ik, hopelijk, verven. Yay! En nu gaan we Modern Family kijken. En lekker popcorn eten. Ik probeer heel de tijd op mijn berichten-app te komen. Van de overheid, of hoe dat ook heet. Maar ik heb altijd problemen met mijn DigiD en inlogcodes daarbij. Echt zo stom. En dan moet ik dus weer mijn ID's scannen. Want elke keer als ik na zoveel tijd wil inloggen, dan kom ik er niet op. Maar ik wil mijn ID niet scannen. Dan is het toch wel de tijd dat je gewoon een brief kreeg hoor. Toen kreeg ik een brief en dan regelde ik het en dan was ik klaar. Oké, nu een hoesje van mijn telefoon zien te krijgen. Misschien dat hij hem dan wil scannen. En dit is echt super fijn nieuwsje verder, maar loskrijgen, dat is een ander ding. Maar echt, het blijft gewoon niet lukken, zeg maar. Nou, poging 82, zonder hoesje nu. Ik heb ondertussen maar mijn paspoort gepakt, kijken of het daarmee gaat lukken, want dit is echt een gebed zonder einde. Zit dat in... Nee, in de voorkant. Die pas, denk ik. Kijken of dit dan gaat lukken. Het slaat gewoon nergens op. Waarom doet hij dit niet gewoon? Ja, hij ligt er tegenaan.
Hij blijft elke keer zeggen dan aan het einde dat hij hem niet kan lezen. Of hier, dit krijg ik elke keer. Het is niet gelukt om het identiteitsbewijs, of om de ID-check uit te voeren met dit identiteitsbewijs. Het slaat al nergens op. Dan wordt dat gewoon te doen. Nou, zo raar. Ik wil het dus opgeven. En ik leg mijn ID-bewijs neer. En ik pak echt zo mijn telefoon om dus het uit te zetten. Springt een beetje in het scherm. Geactiveerd. Hoe dan? Ik ben 3 kwartier bezig om een ID te scannen en hij doet het niet. En dan geeft hij melding. Ik leg alles neer en ik pak hem. En zomaar in de lucht is hij geactiveerd. Maar goed, ik ben bij mijn rekening gekomen. Dus jee, ik mag weer geld uitgeven. Echt top weer. En nu is het tijd om een beetje te gaan. Ik ben moe. Oh ja, en ik was begonnen met een nieuwe serie. Bling Empire. En ik vind het best wel interessant. Hij staat op Netflix. Maar goed, nu ga ik alles uitzetten en lekker slapen. Dus ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.